Hallo lieve mensen, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Overleven met Roy en Vincent. En Erik, we hebben nog steeds niks van hem gehoord. Hij is onderweg, hoop ik. En hij is op zoek naar een carrot. Zodat wij de farm kunnen, ja, mooier maken. En ik kan net niet onze tortelduifjes beneden zien. Roy, leuk balkonnetje is dit. Ja, leuk hè. Even klein. Beetje smal, maar wel heel cute. Ik denk dat gewoon voor de leuk. Ja, ik vind hem leuk. Ik ga het even vanaf de beneden zien. Tot na het intro. Oké, people, let's go to work. Dat ziet er leuk uit. Dat ziet er leuk uit, Roy. Dat ziet er zeker leuk uit. Een balkonnetje. Dat weet ik. En even kijken, Annabel, ze hebben weer twee eitjes gelegd. Oeh, we gaan duimen. Zijn dat... Denk je dat ze uitkomen? Ik hoop het. Oh, meid, je moet echt beter je best doen, hoor. Ja. Ja, dan kan je wel naar beneden kijken, Claudia. Even. Ja, Claudia weer. Oh, ik doet ook echt nooit de best, hoor. Claudia niet. Nee. Kijk die. Die staat onder de boom, die stomme. Lekker botten, daar kunnen we een boomwiel van maken. Even kijken, ik ga nog even seeds halen, want ik had te weinig seeds. Kan jij het van een hoofd voor me maken, Roy? 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 Ja? Kan je een ho voor me maken? Ja. Oké, tof. Nou, terwijl Roy een ho gaat maken, plant ik nog even wat. Dit is een 2, onze eerste farm. Dankjewel. En we gaan nu een grotere farm maken, zoals je in de vorige aflevering had gezien. En Roy stelt een microfoon eventjes. Sorry. Maakt niet uit. Oh, prachtig. Dit. Ik hoor alles. Wat dat water dat zo gelijk loopt. Waar zo? Nacht. Ja, dat is leuk, hè? Nee. Dat groeit wel. Ja, ga jij het allemaal gelijk doen dan? Ja. Ja, dat doen we wel een keer, hoor. Ja, daarom. Het kan nu groeien en dat is belangrijker, denk ik. Uh-huh. Oké, hier gaan we nog meer van dat zaadjes planten zo. Oké, we hebben nog een andere ho zo van Roy gekregen. En in plaats van wat meer zaad. We hebben wat meer zaadjes nodig nog. Hebben we binnen nog wat zaad? Zeg je? Heb je die al gepakt? Wat? Het zaad. Nee. Oh, wacht, hier heb je 24, joh. Heb je nog meer, ja? Uh-huh. Drop it. Drop. Kan je suikercanes, kan je die ook plaatsen daar? Ja, maar die groeien het best op zand. Moet die ook langs water zetten? Kan we niet zand maken hier dan? Kan. Maar wat kan je met suikercanes dan? Suiker maken. Ja, maar kan je dat opeten dan? Ik kan volgens mij bladzijden van boeken maken. Heb je water dan, Roy? Nee. Moet je hier kijken, jeetje. Oh, wauw. Ik wist dat niet eens dat hier water zat, joh. Ik ga het even dichtmaken. Hier hebben we ook nog, je kunt ook nog water gebruiken. Ik zal hem niet helemaal het meertje dichtmaken. Maar hier hebben we eventueel ook nog water hier. Oké, dat wist ik niet. Ons huis is wel mooi, hoor. Wat? Ons huis? Huis. Ja, wordt wel echt schön. Een beetje een villa, hè? Sowieso. En dat met survival. Wat leuk, hoor. Leuk, hè? Ik vind het mooi. Ik vind het mooi. Oké, dit is wel een hele grote farm. Ziet er goed uit. En Erik, heb je nog wat gehoord van Erik, Roy? Nee, ik hoor hem ook helemaal niet meer. Ik ben benieuwd of hij nog wel heel thuis komt hier. Want Erik die is bij ons ingetrokken, zoals jullie al wisten. Of nog niet wisten misschien. En hij is op zoek naar carrots, natuurlijk. Om te kunnen plaatsen hier voor onze farm. Het geluid staat iets zo. En ik hoop dat hij nog terugkomt. Zo. Ik hoop dat hij wat vindt. Denk je? Hij zoekt een village, ja. En dan hoop ik dat de village hem misschien wel kan helpen met een carrot die je daar in de chest natuurlijk kan vinden. Oei, creeper. Echt? Oh shit. Oh, mini zombie! Ik hoorde het. Weg. Oh, kijk nou, wat komen die doen dan? Oh. Cute. Minis. Oeps. Wat is? Niks. Oh, ik kom net één zaadje tekort. Net eentje gewoon.
Ik kijk even in de andere farm. La 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 la. Je moet ook een beetje farmen in de game. Dat willen ze gewoon. Dat wil Minecraft. Huh? Dat willen de makers. Toch? Ik heb nog een zaadje. Oh shit. Oh shit. Weer een stomme. Help! Oh. Nee. Nee. Ja. Oh. Bijna. Ja, ik had er niet veel leven meer. Nice. Drie hartjes. Ja. Ah, ja. Oh, je had hem al geplaatst. Ja. Nice. Ik heb er nog 6 hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er komt nog 1 tekort. Nou ja, dan. Dit is wel een mooie farm zo. Shun. Ik vind hem shun. Oké, dan plaats ik hier nog wat. Zo. Dit maken we ook nog een beetje mooier. Dat wordt vanzelf wel groen natuurlijk, dit spul. Goed dat we dat dirt weer hergebruiken. Want dat, anders zitten we met zoveel dirt natuurlijk, allemaal stacks. Ik zal wat hekjes maken. Zodat we die eromheen kunnen zetten. Oh, anders maak je wat hekjes. Goed idee. Kijk hoor. De farm mag hier ook nog wel komen. Kijk hoor. Kijk, als we hier dan nog een gat maken, dan moet hij dus tot zover komen. Dus Roy, als je nou op de laatste richel hekje venster zet, dan kan je me niet blijven. Ja, die. Daar moeten we verder hekjes. Want er komt hier tussen komen nog 1 water. Oké. Okay. Je weet wat ik bedoel, toch? Kijk. Ja. Het is ook weer donker de hele tijd. Maar ja, donker hoort er ook bij, hè? Een game. Ja, dat hoort. Dat hoort. Dat hoort, Roy. Hurt. Ik hoor een zombie. Oh, achter je, achter je, achter je, achter je. Oké, okay, dan moet ik echt uitkijken met eten. Met, daar krijg ik echt dood. Ik ga ook wel licht zetten, een beetje. Ik ga vast naar binnen, want er komt weer een zombie. Er komt onze farm mee, die aap. Ja, daarom maak ik een hek eromheen, zeg maar. Ik maak een pork chop. Oh, hij stopt eten. Loopt hij de farm? Serieus? Ja. Oh. Er staan een Irma kriepen achter een boom. Waar dan? Echt een Irma. Ik zit binnen in het huis. Oh, daar zo. Dat is een nieuwe plek daar. Hij blijft toch gewoon campen, zie je het? Hé, nee, waar zit jij? Binnen in het huis. Ik ga even slapen. Ga je mee slapen? Kom. Ja, oké. Okay. Ik lig op jouw bedhelft, maar... Dat mag niet. Ja. Ik lig altijd op de rechterzijkant, dus dat is beter. Ja, hij doet het. Oh, kijk die zombie daar. Die loopt op pad bij ons. Wel mooi hoor, het uitzicht zo. En met een dat... spinnetje. Ja, maar die is cute. Koud. Hey, wel leuk dat je zo... naughty. Wel leuk dat je zo kan kijken naar buiten. We hebben wel mooi, mooi gedaan hier. Ja, dat vind ik ook wel. Kijk, hebben we wil een beetje... Wil je dat hek hebben? Tot hier? Oh, ik heb 31 wiet, hé. Zal ik even wat brood maken? Oh ja, doe dat. Wauw. Zo. Ik had precies... Oh, ik heb nog 1 wiet over 10 broden gemaakt. Nou, dat komt wel goed. Oh, expect some lag. We hebben even wat lag. Ja, zo. Hij is even database aan het opslaan. Zo. Oké. Okay. Wiet erin. 15 broden hebben. Zo. Als een grapje, jongens. Oké, okay, mijnen gaan we dadelijk nog wel doen. Ik vind het leuk om even de farm te doen. Hebben we nog een zaadje, jongens? Nee. Daar een zaadje. Pak hem even mee, zo. Oeh, hier maar creeper. Alweer? Wat een hoop, joh. Voor mij zijn er meer beesten dan normaal, hoor. Oh, hij komt op mij af. Ja. Mooi, zullen we deze, zullen we deze twee voor zand maken? En dan de, hier voor de wortels. Misschien kunnen we die andere wel farmen of verslopen. Is dat een goed idee? Die welke? De oude, van ons. Nou, ik zou eerst laten uitgroeien en dan gewoon verder niks meer planten. Ja. Maar gewoon even wachten tot alles is gegroeid, anders is het zonde van de tijd eigenlijk. Dat wel. Ik ben benieuwd of ik hoor niks meer van Erik, jongens. Ja? Dit is heel creepy, hoor. Ik maak, wel? Maak me wel een beetje zorgen. Ja, ik maak me een beetje zorgen. Ik ben benieuwd of het niet nog terugkomt, want echt, dit is wel echt heel creepy, hoor. Want Erik zou namelijk, zoals je al weet natuurlijk inmiddels wel,
Erik zou voor de nodige carrots gaan zoeken in de village. Maar ik heb nog niks gehoord van hem. En ja, ik vind het nou wel een beetje creepy worden. Of die, ja, wat er nou gaat gebeuren. Dus, ben benieuwd. Maar we hebben ook echt niks meer van hem gehoord. Maakt niet uit, kom maar goed. Ik vertrouw erop dat het misschien wel goed komt. Ja, ik ben er nog. Hé! Hey! Oh, je leeft nog, Erik. Ik ben er nog. Gelukkig. Hoe gaat het met je zoektocht? Wat is dit? Ja, ik ben nou in de woestijn. Oh, wat? In de woestijn? In de woestijn. Hoe ver heb je niet gelopen, wat jongen? Is dit? Ja, heel ver. Zo dacht ik al. Wat is dit? Heb je nog niet zo'n tempel gevonden? Nee, ja, ik heb wel allemaal gekke bouwwerken gevonden, maar daar kan ik niet verder naar beneden. Het is gewoon waterput. Echt jammer. Oh, hey, maar hier ziet er een gebouw. Ja, oh. Zie je een gebouw? Zie iets op een gebouwachtig iets. Oh, dat zou heel mooi zijn. Wat is dit? Zo, die moet ook weg dit. Kun je geen kelder maken, Roy? Is dat raar? Hier zo'n kelder maken of... Nee, dat staat raar dan. Nee. Wel, we moeten... Dat lijkt me wel gaaf om hier aan de zijkant zo'n trappetje te maken met twee van die deurtjes. Weet je wat ik bedoel? Dat ga ik wel doen, hoor. Dat is zo leuk. Maar ik kan haast niet... Ja, ik kan het haast niet tegen... Hé, hey, dan zie ik een naampje komen. Waar? Daar, in de verte. Ik zie niks. Waar dan? Ik sta bij je. Oh. Oh, wie is dat? Huh? Wat de hel? Vreemdeling? Hallo meneer? Wie is dat? Hallo? Ben je het echt niet? Oh. Wie zal dat nou zijn? Volgens mij zie ik een Winnie de Poeskin. Kijk uit, Robert, Oh. Een water hier. Kijk uit. Niet verder wat? Dan dit. Kijk, spring. Spring hier, kijk. Niet verder. Oh, dat zag ik niet. Hallo? Oh, oh, oh. Hallo? Wie bent u? Daar gaat het. U zag natuurlijk dit mooie huis, meneer. En nu denk ik, ja. Ga eens even lekker buurten. Antjes. Mooi, hè? In ja. Survival. U mag een kijkje nemen, volgt u mij maar. Mag ik hem rondleiding geven, Roy? Is dat goed? Ja, mag dat doen. Kijk, dat is lopen, joh. Prachtig. Leuk om te zien. Vrouwen die werken, vind ik prachtig. Oké, kijk. Zo, nou, dit is de deur. En het wijst zich vanzelf. Komt u maar verder. Dit is onze... prachtige plek dat u een uitzicht hebt over ons prachtige kippenveld. Oh, Sophie heeft eieren gelegd, Roy. Ik ga er nu naartoe. Ik ga er nu naartoe. Laat je ze ook paren? Nee, dat? Ja, kan met dat? Zaad gewoon. Rechte muisklik. Met zaad, oké. Ik zal eens wat zaad pakken. Met zaad laat je ze paren. Nice. Awesome. Oké, ik heb wat zaad. Twee nodig genoeg? 4 heb ik er zelfs. Oké, let op. Het zijn natuurlijk allemaal volwassen kinderen. Oh jee, ik heb weer zaad. Oh, ze worden helemaal gek. Oké, jij en jij. Zo, en jij en Margriet. Maar het zijn twee meiden. Hoe kan dat nou? Je hebt ze meiden genoemd. Het zijn de meiden? Oké, ik ga nu de 5 eieren alweer. Ik ga kijken of er wat uitkomt. Oh, meiden, kom op. Iets beter je best doen, hoor. Dit kan toch niet? Sorry dat u dit moet zien. Kom maar. Mijn ogen. Fucking droog. En hierboven slaapt Erik, want Erik heeft bij ons ingetrokken. Alleen die is nog onderweg. Die komt zo meteen, hoop ik. Die is nog... Lekker petje opgemaakt. Ja, ik zie het goed, hè? Met een mooie hoes dekentje van Disneycraft. Ja, dat is een mooitje. Dat is een mooi, hè? Oh. Balkonnetje. En wat is er? Wat heb je gedaan? Nee, niet. Ik kan even opgesloten boven. Doe je het gewoon niet? Doe ik wel. Mag ik, dan mag ik. Zal ik even carpus neerleggen voor? Kan ik eigenlijk niet doen hier. Niet.
Oh jee, het wordt weer nacht, zie ik. Oh, het regent. Oh, bah. Negen. Ja, echt wel. Oh, donderd, het onweert. En ik sta bovenop een berg. Oh, shit. Oh, niks. Oh, heb je nog een, ik heb nog een fans. No fans, maar ik heb een fans. Ja, maar ik heb een fans meer nodig, zeg maar. Is alles al gedaan? Oh ja. Ja, joh. Wauw. Oh, oh, dat ziet er echt groot uit. Oh, je hebt wel een heel lelijke hoek in zitten, zie ik. Wat? Kijk nou. Leuk gedaan. Je hebt hem niet mooi gedaan? Ja, nee, omdat anders dan zit dat zeg maar aan de aan die kant en dan kunnen ze er nog overheen. Wat? Ik snap je niet. Explain. Weet ik, want je bent een noob. Explain. Nou, kijk, ja. Oké, dan doen we het zo. Dan doen kijk, we het zo. Als de mobs hier bovenop staan, dan kunnen ze... Oké. Okay. Maar ik wil toch nog even dat ding uitvoeren voordat we de video eindigen. Want we hebben dan is het iets langer dan normale video's. Ik wil een... ik wil eerst twee deuren maken. Let op. Kijk, zo. Zo, zo, zo. En dan moet ik een ster hebben. Zo, zo, zo. Nou, dan doen we ongeveer... ik denk dat ik aan 8 ster al zeker genoeg heb. Kijk, dan wil ik een soort van kelder maken. Maar dan moet ik even een recht stukje hebben. Even zoeken hoor. Dat vind ik echt zo cute om te maken. Maar aangezien we daar al die toren hebben, is het daar al heel moeilijk. Dus we moeten sowieso op een ander stuk... Oh, ik krijg allemaal pijlen hoor ik al. Kijk, hier was het nog mooier geweest. Maar dit zat een kippenhok. Dus we moeten kippenhok sowieso verplaatsen. Dan kan ik het doen. Oh! Oh jee, wat heb je nou? Ja, ik heb fanshekjes nodig. Oh, kan je die snel voor me maken? Ik heb er nog een paar, maar niet zo heel veel volgens mij. Oeh! Ben je nee, ik bescherm mijn kippen! Dat doet een boer. Zo, sorry meiden. Fanshekjes. Ik heb er nog 13. Ja, give me. Houston Wiser. Kan je er nog een paar maken? Hier zo. Oei. Yes. En hem? Oh, een kleine zombie! Oeh, wat lopen die snel? Kijk dan! Oh, de kleine Donald. Oké, hij is dood. Ik moet een beetje dit groter maken, dit kippenhokje. Want dan kan ik iets heel vets gaan maken. Dirt. Oh my god, hoeveel zombies? Lord Billet, fight them off. Ik denk niet dat ik het ga redden, maar in de volgende aflevering... heb je nog een dirt, Roy? 1. Ja, ik heb een stack nodig. Oké, in de volgende aflevering, ik ga het niet redden. In de volgende aflevering gaan we het verder doen. Ik heb een heel gaaf idee. Tot na de volgende aflevering. Oh, wat hoop zombies. Oh, damn it. Doei. Doei.